Goedenavond. De grensrechter uit Almere die gisteren is mishandeld, is overleden. Dat meldt zijn club Buiten Boys. De grensrechter van Buiten Boys werd na afloop van de thuiswedstrijd tegen Nieuw Sloten B1 uit Amsterdam belaagd door de spelers. De politie heeft 3 verdachten uit Amsterdam aangehouden. Piet Overdaan, voorzitter, SVC 08. Ja, van de week zijn jullie als bestuur nog bijeengekomen, hè, na aanleiding van de gebeurtenissen in het weekend. Ja, dat is heel snel geweest. En dat was ook wel nodig, omdat wij vonden dat er snel duidelijkheid moest komen naar onze achterban. De leden van SVC 08, want er waren al de nodige mensen die 's middags direct met hun vragen kwamen. Ja, signaal op het gastenboek ook? Ja, ook inderdaad. Maar ook telefoontjes en mailberichtjes naar bestuursleden. Dus snel handelen dus. Ja, besluit genomen, ook geen vriendschappelijke wedstrijden? Nee, wij hebben direct besloten om dat niet te doen. Hoort niet bij zo'n dag, want wat is het verschil tussen een gewone wedstrijd en een vriendschappelijke? Wij vinden gewoon als bestuur dat we met de leden stil moeten staan bij deze vreselijke gebeurtenis. En wij denken er goed aan het doen om de leden naar het sportpark te halen, een trainingje te doen als ze daar zin in hebben. En de ruimte te bieden om elkaar te ontmoeten in het complex. Ja, nu hebben wij een behoorlijk aantal clubscheidsrechters. Over het algemeen hebben wij gelukkig niet te maken met excessen. Ik denk dat wij van geluk mogen spreken dat het tot een minimum beperkt is gebleven tot nu toe. Maar we moeten realistisch zijn en niet uitsluiten dat bij een club waar denk ik zo'n 1000 mensen over de vloer komen, ook bij SVC het gewoon zou kunnen gebeuren. Je hoeft maar een paar die in de fout gaan en er volgen er nog een paar. Maar wat ik wilde vragen, Piet, heb jij hier verder nog iets aan toe te voegen namens het bestuur of namens jezelf? Ja, en ik wil van de gelegenheid wel weer gebruik maken, maar dat is geen nieuws dat wij als bestuur in ieder geval binnen en buiten de club uitdragen dat het gedrag op het veld, maar laten we niet vergeten ook langs de lijn, want daar begint het vaak. Mensen die daar aan het opjutten zijn, jonge spelers, maar ook wat oudere spelers en vaak ook geen enkele betrokkenheid hebben bij het team. Veelal het gebrek aan inzicht van het spelletje, hoe het gespeeld moet worden, dat het daar vaak begint. En daar hameren wij ook op dat eruit moet. En wat mij wel opvalt is dat steeds meer mensen zich er ook aan gaan irriteren en zich geroep voelen om daar ter plekke wat van te zeggen. Dat is een goede ontwikkeling. Dan denk ik, met die gebeurtenissen, dan denk ik ook wel eens aan alles wat er omheen hangt. Laten we ook niet vergeten dat er een enorme druk zit op de vrijwilligers, in het bijzonder de besturen van de 2 betrokken verenigingen. En deze mensen zijn ook niet te benijden. Daar kunnen we ook best eens bij stilstaan. Want we zitten natuurlijk in de tak van sport met de meeste leden. Even afgerond over 1 miljoen leden. Dus ja, daar zal altijd wel wat gebeuren. Ik geloof dat dik 30.000 wedstrijden per weekend zijn. Maar laten we ook niet vergeten, wat nu is voorgevallen en wat in een intrice is, had ook zomaar kunnen gebeuren midden in een winkelcentrum. En dan is het weer een heel ander verhaal. Maar mijn ervaring is wel dat de druk op de vrijwilliger in de ruimste zin des woords wel anders is dan een 10, 20 jaar geleden. Dat moeten we ons wel heel goed realiseren. Dat gaat veel verder nu. Ja, het betreft nu de sport. Wordt er extra uitgelicht, maar eigenlijk, als we de kranten erop naslaan, ja, eigenlijk maandelijks is er wel een vorm van zinloos geweld een erge gebeurtenis te vinden in de kranten. Ja, dat klopt. En dat is niet alleen op sportvelden. Ik heb altijd het idee dat dat wel wat meer aandacht krijgt dan andere voorvallen. En nu in het bijzonder omdat het natuurlijk heel extreem is en er jonge mensen bij betrokken zijn. En een jonge vader van 2 kinderen. Ja, dat gaat al het denkvermogen te buiten. Nou, wij in de club hebben 2 scheidsrechters, hè, die ook iets mee hebben gemaakt. En dat is nog uitgelicht in de Kevin Blom Kliniek. Daar was je ook bij. Ja, dat klopt. Dat was een mooie ochtend. Speciaal georganiseerd voor ik zeg het maar, de harde kern van de scheidsrechters. We hebben het ook moeten zien als een stuk waardering voor deze groep. En daar hebben we een hele mooie ochtend gehad. En ja, ik heb begrepen dat bij de jeugdverdeling met name dat zich nog eens een keer gaat herhalen. Dus daarmee is ook aangegeven hoe belangrijk het vinden dat er goede leiding op het veld staat. Maar dat er ook waardering is voor die mensen. Want het valt niet altijd mee om alles in goede banen te leiden. Ik wil graag ook even weten van jullie even snel waar jullie fluiten en wat voor teams. Ik heb al KNVB gefloten. 2 wedstrijden. Dus dat was niet heel goed. 2 mooie wedstrijden. De tweede liep volledig uit de hand. Dat, en in mijn optie, mijn club, ja, totaal, dus daarna niet meer gefluit.
Dus toen ben ik ook in één keer gestopt. Hoe bedoelt u, werd nu schuld of de KNVB schuld? Nou, wat er tegenwoordig is dat je een weerwoord hebt of daar was gewoon geen sprake van. Het ging fout, de wedstrijd liep uit de hand. Voelde je ook niet serieus genomen? Nee, toen ben ik eigenlijk gelijk gestopt met de KNVB. Ook heel belangrijk, hè? Dat ja. je... En toen ben ik hier gekomen en ik fluit ook En als je hier zeg maar een probleem hebt of wat dan ook, dan kan je dat ook kwijt bij iemand. Ja, de vereniging staat zeer zeker goed achter je als je met problemen komt. Dat is belangrijk, hè? Ja. Ik wil ook richting het bestuur en de commissie, want er is niks zo vervelend. Ik was vorige week bij Ona, daar begeleid ik aan de scheidsrechter. En een jongen, ik zag het een beetje aan zijn gezicht. Die komt dan naar boven toe en ja, gewoon een hele nare ervaring. Ja, dan denk ik, ja, zo'n jongen staat wel helemaal alleen. Hè. Je kan natuurlijk op het achterste veld, dus er kan van alles gespeeld worden. Als je dan helemaal alleen bent, dan ben je heel snel klaar hoor. Dat bedoel ik ook. Als je hier natuurlijk wel fluit en afgelopen zaterdag was het, moest ik iemand van SVC eruit sturen. En het is eigenlijk een beetje kennis, kijk je niet meer aan. En dan krijg je toch een beetje problemen van waar doe ik het voor? Of, ja, heb ik daarna nog zin in? Ja. Eigenlijk denk ik, hier heb ik mijn fluit. Ja, nee, maar het is een logische reactie. Ja. Ik bedoel, ik had van de week dat ik zelfs voor Twente. En John Lammers die komt naar de wedstrijd om me af. Ik denk, dus ik stond echt zo, waar gaat hij in godsnaam over zeuren? Ik stond echt af te vragen. Ja. Nou heb ik iets fout gedaan. En jij altijd, en elke week is hetzelfde. En al die wedstrijden die je bij ons hebt. Ik zeg, John, heb je het over, joh? Hij zei, ja, het was een overtreding. Nou, wat bedoelde hij? Dat was een omhaal. En er kwam een hoekschop uit, er kwam vervolgens nog een hoekschop uit, die bal werd weggewerkt, ingebracht en daar kwam het doelpunt uit. En dat nam hij mij kwalijk. Ik zei, joh, weet je wat ik had te doen, ik had niet eens moeten beginnen, dan hadden we dit probleem niet gehad. Maar dat is wel heel vervelend. En dan heb ik ook zoiets van, joh, zoek jij het even lekker uit, maar je moet wel professioneel blijven. Maar ik hoop dat u in ieder geval wel... Maar het is niet enkel ellende, hè? Want, plezier is belangrijk. Geweldig elftal dat je denkt, je kan nog een keer nog genieten. We hoeven bijna niet te fluiten, genieten van het voetbal. Ook heel belangrijk. Ja. Dus bijna is dus, Nou, laten we dat in ieder geval vasthouden. Maar het is wel belangrijk, als er wat is, geef het ook aan. En ga er alsjeblieft niet mee naar huis. Maar het kan ook jou gebeuren. Geef het wel aan. Maar dat is hier wel heel goed hoor. Er staan altijd wel mensen van het jeugdbestuur langs de lijn. En als er wat is, wordt dat meteen onmiddellijk in de rust opgelost. Dus dat je dan gewoon ook een tweede helft kan starten is zonder probleem. Maar ook na de wedstrijd zou je eventueel nog die speler, als het echt een uurtje of anderhalf uur daarna, zou je dan even kunnen halen of joh, wat is er nou gebeurd? Ja. Kap er even lekker mee. De scheidsrechter die doet ook, ja, maar het is wel getipt. Nou zie je twee scheidsrechters naast je staan. Dat is de oudste scheidsrechter bij SVC die we hebben. Dat is Sier van der Zwan. Dat klopt. En ik doe het graag met plezier. En Deborah Oosterbaan. Ja. En jij fluit meestal de meisjes? Eetjes en de F's. Eetjes en de F's. Ja. Ja, daar zijn we trots op. Maar Sier is ook nog een heel, heel apart verhaal, Kevin. Want die is heel lang gestopt. Hoe lang ben je gestopt? Nou, toch gaan we weer in een jaar of 15, als het geen 20 is. Want ik ben zelf vroeger ben KNVB scheidsrechter geweest van de jeugd. Ja, toen kwam al dat rottigheid op die velden. Van die vaders en moeders en de kinderen zelf ben ik er lekker mee gestopt. Ben ik hier terechtgekomen en ze wist dat ik vroeger gefloot had. Dus nou bellen ze me iedere keer nog op van wedstrijdje fluiten en doe ik het met plezier. Maar Kevin, hoe vind je 73 jaar en dan toch weer de wei? Ja, prima. Ik bedoel, ik denk ook dat het heel belangrijk is dat hij zich eroverheen heeft kunnen zetten. Van, er zijn natuurlijk soms dingen die gebeuren die heel vervelend zijn. Wat ik wel heb gemerkt is dat er hier binnen ook altijd dat je met je verhaal terug kan komen bij de scheidsrechterscommissie en de coördinator. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat geldt voor haar eigenlijk precies hetzelfde. Moet eens kijken, een hele jonge meid die staat daar met allerlei ouders, et cetera. Ja, dan moet je toch... Dan moet je toch zorgen dat je goed staande weet te houden. En ze heeft een prima uitstraling, dus ja, daar ben ik heel trots op. En hoe is het zo gekomen eigenlijk dat jij bent gaan fluiten, Deborah? Ja, ik werd soms gevraagd bij trainers. Had ik zelf om 10 uur wedstrijd en ze konden geen scheidsrechter vinden. Dus toen vroegen ze van, ja, wil jij een keer fluiten? Nou, zo is het eigenlijk gekomen. Nou, en hoe vond je het vandaag? Ja, ik vond het superleuk. Ja? Heel leerzaam. Hoe vind je het nou, Kevin, in het echt te zien? Ja, nou ja, het is heel anders, maar ja. Oké.
Nou, fijn dat het zo leuk is gegaan. Kevin, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Ik wil er wel één ding zeggen. Zeker voor dames of meisjes is er een enorme kans, denk ik, om door te gaan. Omdat we daar toch een tekort mee hebben. Dus wat dat betreft, voetbal heel belangrijk. Maar als het heel goed blijft gaan met fluiten, dan zou ik zeggen, pak het op en blijf zo lang mogelijk ook daarvan genieten. Want plezier is het allerbelangrijkste. Het fluitsignaal gaat, de scheidsrechter staat in het midden. Krijgt handjes van de spelers van Buitenboys, ook van Nieuw Sloten, die worden gewoon bedankt voor het fluiten. En achter op het veld wordt de grensrechter van ons op de grond getrokken en wordt er op hem ingeschopt. Hij kan in eerste instantie nog opstaan en wegrennen, laat ze hem weer tackelen en wordt er weer een keer op hem ingeschopt. En toen is er natuurlijk een hele situatie ontstaan met mensen op het veld, spelers die elkaar wegtrekken en wegduwen. En ja, dat was eigenlijk het verhaal. We staan hier bij het bord, hè? Normen en waarden. Maar ja, wat er van de week gebeurd is. Ja, vooral dit puntje, nummer 4. Ja, wat er van de week... Lees het maar even op. Hè. Fysiek en verbaal geweld binnen en buiten het veld is voor iedereen uit en boos. Ja. Het is natuurlijk verschrikkelijk wat met Richard Nieuwenhuizen is gebeurd. En het is ook zeer verdrietig voor zijn nabestaanden en zijn vrienden. Ja, ik heb er eigenlijk geen woorden voor. En ja, je kan het ook niet opschrijven, want... Wat moet je erover opschrijven? Wat moet je er eigenlijk over zeggen? Dat het echt in en in triest is. Ja, het is dus direct hier en daar zijn er reacties losgekomen. Ik zag ook van jou iets op het gastenboek staan. Ja, naar aanleiding van een verhaaltje van Koen van Es. Ik vond wel dat hij daarin gelijk had om gewoon even een tijdje of een week niet te voetballen. Daar kon ik wel mee instemmen. Ja, nou fluit je ook wekelijks, hè? Soms wel 2 wedstrijden. Ja, maak jij nou ook nog wel eens iets mee? Nou, ik maak zelden iets mee, behalve dat er wel eens commentaar is op je leiding of commentaar op de grensrechter. En over het algemeen probeer ik dat toch wel met een beetje praten te sussen. Dat lukt ook over het algemeen wel. En vaak kan je dan tegen een speler zeggen, joh, als je het niet mee eens bent, los het gewoon even voetballend op. En als zo'n speler dan later een mooie actie maakt, kan je hem altijd nog even een compliment geven. En dan is het vaak ook wel over. Dat werkt goed. Dat werkt bij mij in ieder geval wel goed, ja. Ja. Nou is het de bedoeling, zeg maar, dan mag wel getraind worden op onderling een partijtje, maar dat we toch even stilstaan bij het gebeuren, hè? Ja, dat vind ik ook heel erg goed. Dan zou je dus ook kunnen zeggen tegen spelers, joh, let in het vervolg daarop. Let ook op wat je zegt, hoe je het zegt. Vooral ook tegen een grensrechter en een scheidsrechter. Dat is toch wel belangrijk. Je kan best wel commentaar hebben, dat mag best. Je kan het best eens een keer niet eens zijn. Maar let ook op de manier waarop je het zegt en zo. Dus dat is wel belangrijk. Wat er nu gebeurd is... Ja, dat kan eigenlijk iedereen overkomen als scheidsrechter of grensrechter. Ja, dat kan eigenlijk iedereen gebeuren. Het is alleen maar een gelukje dat het niet al te vaak gebeurt. Alleen ja, als je dan toch leest in de kranten dat er toch wel bij meerdere wedstrijden problemen zijn. En je leest het ook wel eens regelmatig dat de wedstrijden zijn gestaakt door een vechtpartij. Het zij door het publiek, het zij door de spelers zelf. Ja, waar is het nou allemaal voor nodig? Ja, tot slot Theo, heb jij nog... Ja, een boodschap aan de spelers als scheidsrechter, dat je zegt ja. Ja, ik vind wel dat de boodschap eigenlijk moet zijn dat men zich toch eens een keer wat meer moet verdiepen in de spelregels als die er zijn. Het zijn er niet zoveel en het is toch makkelijk om dat eens een keer goed na te lezen en goed op te letten wat dan de spelregels zijn. Dat neemt al een hoop irritatie weg, neem ik. Dat kan al een hoop irritatie wegnemen, want ik heb wel door de jarenlange ervaring van ruim 30 jaar als clubscheidsrechter... dat ik vind dat heel veel spelers de regels niet echt kennen. Theo, bedankt. Heel graag gedaan.